Hoi, ik ben Arthur Kraagsma, meester Arthur. En in deze video ga ik je laten zien hoe je snel een waaier kan maken voor als het een keer warm is. Die waaier ziet er dan ongeveer zo uit. Deze heb ik al gemaakt. En die kan je dan gebruiken. Heerlijk. Zonder al te veel materiaal en al te veel gedoe. Gewoon bijvoorbeeld op de PSO. Wat je nodig hebt is een A4'tje. Bijvoorbeeld een kleurplaat, maar het mag natuurlijk ook gewoon een leeg A4'tje zijn. Zoals ik bij deze heb gemaakt. Je hebt lijm nodig. En een klein beetje plakband. Als je het leuk vindt om te kleuren, dan heb je wasco of kleurtjes nodig. En je kan hem natuurlijk ook lekker oppimpen met bijvoorbeeld stickers. Een aantal kinderen op de BSO hebben het mij al zien doen. Ik hou van buiten de lijntjes. Dat ga ik nu ook laten zien. Ik ga deze tekening lekker buiten de lijntjes kleuren en die ga ik gebruiken om een waaier mee te maken. Zo, lekker buiten de lijntjes. Daar hou ik van. Om de waaier te maken vouw ik het A4'tje zo naar mij toe. Deze twee punten vouw ik helemaal naar de andere kant, zodat die op deze manier gevouwen wordt. En dan maak ik een goede vouw. Voor de waaier ga ik eerst een paar voorvouwen maken. Het makkelijkst vind ik dat door deze nu eerst weer uit te vouwen. Dan de onderkant te pakken en die naar het midden te vouwen. Precies op de lijn die we net hebben gemaakt. Vervolgens laat ik deze even zitten en vouw ik weer dit gedeelte naar het midden toe. Dus zo. Op deze manier. En dan doe ik dat nog een keer. Dus dit gedeelte gaat weer naar het midden. En dan krijg ik dus een heel klein strookje. En dit wordt dan ook de breedte van de waaier strakjes. En daarom ben ik dat nu al aan het voorvouwen. De andere kant doe ik hetzelfde. Dus de onderkant hier gaat naar het midden. Dus zorg dat die naar het midden toe gaat. Dus niet helemaal eroverheen, anders dan ben je te ver. Maar gewoon tot aan de middenlijn. Zo. En dan vouw ik hem. Dat gedeelte gaat dus nog een keer. En dit gedeelte gaat nog een keer. Zodat ook aan deze kant er precies de breedte overblijft van de waaier. Nu, als je hem zo zou vouwen, heb je dus eigenlijk al de breedte van de waaier, zoals we hem gaan maken. Maar nu vouw ik hem eerst weer helemaal uit. Want hij zit nog niet zoals hij hoort te zitten. Maar we hebben nu wel alle voorvouwen al gemaakt. Dus we weten nu precies waar we moeten beginnen. Ik ga nu de onderkant, deze kant, ga ik op het eerste, de eerste vouw die ik tegenkom, ga ik hem vouwen. En soms zit hij dan al goed te vouwen en soms moet je hem even precies de andere kant op vouwen. Dan draai ik hem om en vouw ik hem op de eerstvolgende vouw ook deze kant op. Dan draai ik hem om en vouw ik hem op de eerstvolgende vouw deze kant op. En dat blijf ik doen totdat hij helemaal weer helemaal klein is. Ik vouw hem dus weer om. En de laatste, hopla, is nu ook gevouwen. Hier heb ik nu het gekleurde gedeelte en hier het andere gedeelte. Dat maakt niet uit hoe je hem dan hebt. Maar als je hem zo hebt en dan zo vouwt, moet deze kant naar die kant gevouwen worden. Dus, zo, vouw ik hem helemaal deze kant op. En dan maak ik hier een stevige vouw. Zo. En dit maak ik netjes op elkaar. En dan hebben we nu de lijm nodig. Want deze twee gedeeltes ga ik op elkaar plakken. Zo, aan beide kanten even een beetje lijm. En dan plak ik ze op elkaar.
Het is mooi als je de waaier hier aan dit stuk, dit gedeelte, even een klein beetje beplakt met plakband. Zo, dat hij daar een beetje stevig zit. En ik doe er gewoon nog een stukje op. En dan kunnen we aan het einde van die plakband hier, kunnen we hem een beetje zo vouwen. En een beetje de andere kant opvouwen. Zo. En voorlopig is dan je waaier klaar. Want je kan hem nu uitvouwen. Kijk, zo zit hij. En dan kan je hem dus ook gewoon gebruiken als waaier. Ah. Misschien zie je het niet op de camera, maar ik heb zweet op mijn hoofd staan. En dit is heerlijk als ik dan op deze manier met de waaier bezig ben. Je hebt natuurlijk honderden variaties van deze waaier. Dit is de, vind ik, de meest simpele die je kan maken. En ook eentje die echt werkt. Je kan ook nog een A4'tje eraan maken. Dus nog zo eentje maken en die hier ook op plakken. Dan krijg je een iets andere. Dan krijg je namelijk helemaal rond, zie je. Dat gebruiken ze wel in Japan en zo. Hebben ze van die hele grote ronde waaiers. En die kan je ook gebruiken. En dan heb je er twee aan elkaar geplakt. Wat ik bij deze waaier ook heb gedaan, zijn twee ijsstokjes erop geplakt. En ik heb er een touwtje hier in het midden gedaan, omdat ik dat gewoon zelf leuk vond. En ik heb hier nog een touwtje gemaakt, zodat ik hem dicht kan maken. Ziet er net ietsje anders uit. En dan heb ik hem ook een keer gemaakt met stevig karton. Alleen dat vond ik wat moeilijker. Dan heb je eigenlijk heel veel kracht nodig met dit. Dit is knutselkarton. Maar op dat karton heb ik een paar afbeeldingen geplakt. En dan krijg je hem dus zo te zien. En zo. En zo kan je dus heel veel creaties maken van allemaal dezelfde waaiervorm. Het vouwen is niet anders. Maar je kan gewoon zelf bepalen wat je zelf leuk vindt. Je kan ook andere stiften gebruiken, andere vormen. En wat ik al zei, je kan hem ook nog wel plakken met bijvoorbeeld stickers. Ook heel leuk. Net wat jij leuk vindt. Dus je kan heel creatief zijn en toch iets nuttigs maken. Ik hoop dat je iets kan met deze voorbeelden. Heb je tips voor mij of vragen? Mail me op mail@meesterartje.nl. Vond je dit een leuk filmpje? Geef dan een like. Wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer dan op mijn kanaal. Einde van deze vlog. Tot de volgende vlog. Doei!